Na 10 maanden verbouwen was het deze week zover. ASML opende de nieuwe bedrijfskantine ASML Plaza. De verbouwing was hard nodig. Nou, onze oude restaurant of kantine, zoals we het toen noemden, was toen aan vervangen. We groeiden te veel, de rijen waren lang, de akoestiek was niet fijn en het was te klein. En de aanbod sluit ook niet aan bij onze diversiteit met alle verschillende nationaliteiten die we hier hebben. En dus werden de keukens vanuit alle hoeken van de wereld naar Veldhoven gehaald. Wat dacht je van een verse pizza, heerlijke sushi of gewoon een oer-Hollands kroketje uit de muur? Lunchen zal voor de medewerkers van ASML nooit meer hetzelfde zijn. En daar hoor je ze niet over klagen. Het smaakt hier heerlijk, dus een grote stap vooruit. I really like it. It's much better than it was before. Een gezellige sfeer. En ik vind het gewoon een mooie plek om de dag te doorbreken en te genieten van je lunch. Met 4000 vierkante meter is ASML Plaza de grootste bedrijfskantine van Noord-Europa. ASML is trots op hun plaza, die perfect aansluit op het ASML van deze tijd. We hebben echt een hele sterke ambitie om een hele goede werkgever te zijn. Dat uit zich uiteraard op de ontwikkeling van mensen en hoe we de IT-infrastructuur en hoe we mensen faciliteren om samen te werken. Maar ook in fysieke aspecten zoals dit hier. We hebben een ontmoetingsplek hier waar je dus elkaar kan ontmoeten, werken, van elkaar leren. Uiteraard kan je ook hier eten en een hele goede kop koffie drinken. Maar we willen de silo's breken en we hebben het idee dat dit hier aan bijdraagt. Een kantine met meerdere functies dus. Maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk, hoe smaakt het eten? This is the first time I'm trying this restaurant and I got peanut soup. I tried it. It is really nice, so yeah, I like it. Smaakt prima, ja, zeker. Well, I've gone for the chips, which are on deal today, and they're very good. Alsjeblieft, en smakelijk.